In deze volgende video gaan we ons bezighouden met het bewerken van een foto waar niet noodzakelijk iets verkeerd mee is. De foto die je hier ziet is van mijn hond. Die is ondertussen 12 jaar geleden gestorven. En dit was ook een van de latere foto's. Dus ik heb ook niet meer de mogelijkheid om er nieuwe foto's van te maken. Maar ik wil toch wel nog iets speciaals van zo'n foto maken ter herinnering van hem. En dan ook een bepaalde sfeer aan die foto geven, dat weergeeft van een herinnering. En een mooi effect daarvoor is iets wat de Orton-effect heet. En dat geeft een beetje een dromerig gevoel aan de foto. Nu, van deze foto gaan we dus maken dat we uiteindelijk tot een resultaat als deze komen. Nu, hier is meer aan gebeurd dan alleen maar het dromerige effect. Want u ziet wel hier dat er erg zo, het is kleurrijke foto, maar toch terwijl ook erg zo een zachte gloed aan vast zit. Dat is de Orton-effect. En er zijn natuurlijk ook andere elementen aan de foto gebeurd, die ik als storend ervaarde en een beetje de aandacht kan wegtrekken van het eigenlijke onderwerp, en dat is Benji. Dat gaan we dus nu in deze oefening proberen te maken. Dus ik ga deze sluiten en we gaan met deze verder. Er zijn ook elementen, je kan altijd met een foto op twee manieren werken, dat is destructief en non-destructief. Het verschil daartussen zal ik u eens in een andere video uitleggen, om een keer. Maar voorlopig volgen jullie gewoon de tutorial best. En dat is ook een aanpak die ik liefst heb, dat zeker beginnelingen aannemen, maar eigenlijk iedereen. Want dat zorgt achteraf voor als je iets moet veranderen, dat je het heel makkelijk terug kan aanpassen zonder al te veel moeite. Dus het eerste wat ik ga beginnen is deze laag dupliceren. Dus u weet ofwel laag duplicate, maar de shortcuts leren, dus Ctrl plus J. Dus ik ga altijd Ctrl J. Dat was onze laag. En ik ga die ook een andere naam geven. En ik ga die de naam van mijn hond geven, Benji. Oké. En deze ga ik even de zichtbaarheid uitzetten. De onderste, de background, omdat we die niet nodig hebben. Die laag dient gewoon als backup. Voor mocht ik het zo verknoeien, dan kan ik het altijd terughalen. Dus het eerste wat ik ga doen is deze elementen, deze eend en deze, die hebben op zich geen toegevoegde waarde aan de foto. En ze zijn ook niet heel subtiel in de foto. Nu, als het uw bedoeling is in een foto, het mag altijd, maar aangezien we mijn hond als focus willen hebben en alleen eens focussen en de achtergrond, letterlijk alleen de achtergrond moet blijven, gaan we die storende elementen toch moeten weghalen. En de manier om dat te doen hebben we al gezien in de vorige video tutorial, en dat is door de middel van de inpainting. Maar in plaats van het nu een vierkantje te trekken, bijvoorbeeld. Dan leggen we nu hier en dan onze edit. Wat was het? Ik zal me een laag moeten aanduiden. Onze edit en fill en dan inpainting. Gaan we het op een andere manier doen. Want dit gaat ook. Maar, kijk dan shift S. Ik kan hier inpainting doen. Moet ik weer even wachten. En ziet ik. Maar het probleem hier is. Als ik nu hier wat ga inzoomen, navigator. Je ziet, dit is niet wat ik zoek, want die kopieert bijna letterlijk wat hier staat. En dat is niet wat ik wil verkrijgen. Dus ik doe cancel. Ik doe ook deze, Ctrl D, om te deselecteren. En ga naar een tool. Die hieronder staat. Nu staat bij mij de patch tool. Het kan zijn dat bij u als standaard de tool staat die nodig is. Je kan vergelijken door naar de andere tools te kijken. Of te beginnen tellen. Maar het driehoekje hier betekent dat er iets onderin zit. Dus ik ga hier op mijn knop inhouden. En ik ga de inpainting brush tool nemen. Als je het verschil wilt zien, want nu moet je oppassen. Ik zal even de vergrootglas erbij halen. Dit is de inpainting brush tool, maar die ziet er bijna hetzelfde uit als de brush tool.
en de selection brush tool. De verschil met de brush tool is al duidelijker. Je ziet geen cirkel, maar wat minder duidelijk is van de selection brush en de inpainting. Het verschil dat je ziet is, de cirkel bij deze penseel is een volledige cirkel en bij deze van selectie brush is een stippellijn cirkel. Dus er is een subtiel verschil tussen welke van de twee het is. Dus wij gaan dan hier voor de inpainting brush tool. En hoe je die tool moet zien is eigenlijk als een combinatie van wat we net deden van selecteren en meteen invullen de painting. Dus met deze geselecteerd en je zorgt dat je, ik heb mijn penseel nu op 39 staan, dat je ook zoiets ongeveer hebt. En ik ga nu gewoon met de linkermuisknop ingehouden. Dus de linkermuisknop inhouden. En de hele tijd inhouden en uw eend inkleuren. En een klein beetje erbuiten. Je mocht een klein beetje erbuiten. Niet te veel, maar probeer zoveel mogelijk van uw originele foto te behouden. We moeten alleen de eend weg hebben. En nu, zodra ik loslaat, want het rood is hetgene wat gaat veranderd worden naar iets anders. Als ik nu loslaat, gaat hij van de omgeving kijken wat hij daar kan invullen. En dan gaat de eend verdwijnen. Dus ga ik de linkermuisknop loslaten. En ze is weg. En dit heeft al sinds een veel beter effect dan de vorige inpainting. Nu, als je kijkt, er zit nog altijd wel een herhaling in, wat ik op zich niet graag heb. Want als je hier kijkt, je ziet een herhaalpatroon. Dus we gaan dat een beetje aanpakken door de patch tool te pakken. Dat zie je vierkantige pleister. Nu, deze werkt nog een beetje anders. Het werkt ook wel door middel van een selectie. Dus ik ga een stuk uitkiezen en je ziet, je pijl blijft een pijl, maar je kan gewoon selecteren. Dus als ik nu met de linkermuisknop ergens op tik en ik hou met een linkermuisknop in en ik maak een selectie rond het gedeelte dat ik wil weg hebben. Dus bijvoorbeeld dit. Als ik nu loslaat, dan gaat er nog niks gebeuren op zich, maar ik zal het loslaten. Maar als je ziet, als ik mijn muis beweeg, die gaat eigenlijk zit hij waar mijn muis is te kijken van wat hij wil gaan pakken. Nu zit ik op de haren van mijn hond. Maar nu zie je, die pakt eigenlijk veel alleen de structuur over. Dus die gaat eigenlijk de huidige achtergrond combineren met je nieuwe achtergrond. Dus ik kan eigenlijk mijn textuur kiezen wat ik wil, maar natuurlijk, ik wil er geen haren in hebben. Ik wil ander ding. Nu, deze blaar is een ander boom, dus die ga ik ook niet pakken, maar ik ga dus ergens dichterbij. Ik probeer altijd ergens in de omgeving iets te kiezen. Dus ik ga uit dit stukje iets nemen. Dus ik zeg van, oké, hier ongeveer vind ik het goed. Dus dan klik ik nog op mijn linkermuisknop. Ik zeg van, oké, dit vind ik goed. Ik tik één keer op mijn muisknop, dan krijg je die puntjes hier te zien. Nu is het nog altijd niet toegepast, dus om dit nu de verandering daadwerkelijk toe te passen, klik je nog eens op de linkermuisknop. Dus klik nu nog eens. En nu is het toegepast. Nu kun je zien, er is nog altijd herhalingen. Dus wat ik doe is, ik pak weer een ander gedeelte. Zoals dit, hè. En ik doe het gewoon nog eens ergens. En ik ga kijken waar ik het nog kan doen. Waarvan ik zeg van, ik doe nog twee keren weer. En dit ziet er al een beetje anders uit. En zo kan ik een beetje een paar keer zeggen van, oké, hier, want ik wil de herhaling vermijden. Twee keer, dus het altijd twee keer ziet. En nu is dat al weg. Dus deze is al ongeveer goed. Deze ga ik voorlopig dus laten. En dan gaan we bij deze kijken en gaan we kijken, wat kunnen we hier nog doen? Dus weer ga ik mijn inpainting brush pakken. En we gaan hier proberen hetzelfde te verkrijgen. Maar ik ga stukjes doen. Dus ik ga eerst alleen dit stukje doen. Want als ik nu loslaat, ik krijg niet altijd de denderende. Maar waarom ik dit doe? Omdat hier zit met een omheining, dat een zwaar contrast is en dat gaat niet altijd het gewenste resultaat geven. Nu ga ik hier nog eens even hier brushen, de stuk van de bek. En dit geeft al een redelijk goed resultaat. Ik zie hier al een klein beetje een dubbel, dus ik ga het nog eens een beetje. Ik ga natuurlijk mijn paintbrush aanzetten.
Ik ga het ietsje zingen en ik ga een beetje dichter. Jullie moeten weer iets anders doen. Ik ga eens kijken of ik dat kan. Die duplicatie weghalen. Dat lukt niet met inbrushing, dus ik ga zelfs weer met iets anders doen. Nu, hier zit ik altijd met die back, dus ik ga hier nog eens proberen te brushen. Nu, dat is ongeveer het maximum wat ik hiermee kan uitkrijgen. Nu ga ik eens kijken wat ik hiermee kan doen. Want dit is ook niet altijd evident. Want kijk, als ik nu met de inbrush, we gaan eens kijken welk effect dit gaat geven. Dus ik ga weer via painten. En dit geeft op zich al een redelijk goed resultaat. Dus op zich ga ik hier ook van afblijven. Maar ik zie dat een deel van mijn omheining ontbreekt. Maar we hebben al een goed resultaat. Dus nu ga ik terug naar de patch tool. En dan ga ik elementen, bepaalde elementen vervangen. Dus zoals dit, ik ben hier niet tevreden om. Waarom? Het is een klein detail, maar omdat hij hetzelfde als hiernaast uitziet. Dus nu ga ik dat iets lager zetten, toch dat dat niet kaal is. Dus in plaats van hier kan het helemaal laten verdwijnen, maar ik ga toch een klein beetje van dit kopje meenemen. Of ik kan ook zeggen van, ik ga het hier meenemen. Of ik kan ergens anders van, waar ik het blaadje op wil van. Dus dat kan ik ook eigenlijk, dat is misschien beter. Dus ik ga hier pakken, kijken wat ik wil. Zo, dus dat is de eerste klik. En nu een tweede klik om toe te passen. Zie? En nu lijkt het al heel verschillend van dat ander. Nu, hier zit ik altijd met een heel storend element. Want dit is niet goed. Dus wat ik eerst ga doen is, ik ga het stukje selecteren wat ik weg wil hebben. Dus dat is dit hier. Ik laat los. En ik ga ergens hier een stukje selecteren. En ga ik een beetje kijken van dat het niet opvalt van waar. Dus ik ga me vooral concentreren op die lijn. Dat die lijn overeenkomt. Ik ga eens even meer inzoomen. Dus ik ga zorgen dat de lijn van de omheining, dat die overeenkomt met de rest van de omheining. Als ik zeg van oké, dat is goed. Ik klik één keer. En als ik zeg van is dat nu goed? Maar ik kan ook natuurlijk altijd hier wat vervormen, maar ik ga dit voorlopig laten. Dit is voor mij goed, dus doe ik nog eens een keer een linkermuisklik en toegepast. En hier heb je dus geen weet meer van dingen. Dus nu kan ik nog eens proberen met de inpainting. Ik ga mijn brush wat kleiner maken. Voor jullie hoeft dat niet, want jullie zitten niet met paintbrushen. Dus ik ga proberen die witte waas hier weg te krijgen en kijken wat effect dat nu gaat geven als ik die witte waas. Ik heb nog altijd niks. Ziet, soms doet het dus ook niks. Hè? Waarom? Omdat hier, die zal waarschijnlijk hier van dit stukje dat overnemen. Dus om dat tegen te gaan, weer al. Patch tool. Ik ga zeggen van dit stukje, want dat bevalt me niet. Dus ik ga kijken waar ik daar wel van kan nemen. Hier. Twee keer. En dat is al iets beter. Ja, dat is beter. Nu, hier. Ik kan kiezen wel of niet of ik nog omheining wil doen. Ik kan eens kijken wat effect het geeft. Dus ik ga hier ongeveer wat ik mijn omheining heb staan. En kijken wat ik wil behouden. Dus dat hoeft niet zo. Maak er een rare vorm van. Nu, het kan zijn dat je dit niet moet doen, omdat je een ander resultaat hebt. Hè? Dus ik ga eens kijken, want ik wil toch een omheining hebben. Hè? Ik wil daar mijn omheining hebben. Dus, maar dan ga ik ook weer moeten kijken dat die... Maar ik mag ook niet te ver gaan, wat hier scherp is. En dan ga ik een heel disproportioneel effect krijgen. Dus ik ga in de buurt... Het is altijd best ergens in de buurt te blijven. Om mijn dingen. Dus het is iets moeilijker. Maar het hoeft ook maar een subtiel effect te zijn. Dus we gaan hier eens kijken. Dit is voor mij goed. Dat je dat alleszins hebt. Dan heb je toch ergens een dingen van... Dat ik het hoor. En om nu... Dan gaan we hier zien van, kijk, dit is niet zo heel mooi. Dus wat kan ik doen? Ik ga wat de clone stamp heet. En ik zal eens even laten zien. Dit is, toolkit is de clone stamp. Dan kan je ergens een punt aanduiden. En ergens van kopiëren. Dus ik ga nu de
clone brush, als je even erboven houdt, clone brush tool. En hoe deze werkt is door alt in te houden, maak je een kruisje. Ik ga eerst wel even mijn brush wat kleiner maken, want ik heb maar klein stukjes nodig. De hardness, zie dat die zacht staat. Dat is altijd beter voor dat die overgang soepeler te maken. Soms is het een mix van de twee, dus ik zal op 50 zetten. En door alt in te houden verander je een kruisje. En dat is om te zeggen van, dat is altijd wat je met clone tool moet doen. Eerst aanduiden van waar wil je iets kopiëren. Dus ik wil van, waar ga ik eens van kopiëren? Ik ga eens kijken van hier een beetje kopiëren, hier. Zo hier, en dan klik je met je linkermuisknop als je het hebt. Er staat een heel klein puntje, in de video zie je dat waarschijnlijk niet, maar je hebt dan nu een heel klein puntje staan. En je ziet ook mijn brushes een beetje veranderen. En nu ga ik dan verven een klein beetje. En als je ziet, zie je dat waar je je kruisje gezet hebt, dat dat mee aan het verven is. Zo kan je ook weer het omgekeerde, als je weer ergens van anders een sample wilt, weer alt inhouden. Aanduiden met linkermuisknop. En weer al schilderen. Met deze komen ook weer veel te hard over, dus ik ga even zet, zet. Twee keer zet en ik heb gezegd, inderdaad, dat mag niet. In kleine stapjes gaat dat niet. Maar voor zo kleine zaakjes mag het nog wel. Ik ga toch met een zachtheid wat ietsjes... Ja. En ik ga ook mijn op A, mijn opacity staat ook op 57. Je kan het ook op 100 zetten of verder. Dat is maar hoe je zelf wilt. Die tools ga ik om een keer nog eens uitgebreider uitleggen. Ik ga eens proberen van hier dit stukje te pakken. Dus ik ga hier mijn muisje pakken. En ik ga... Want het moet maar een zachte overgang zijn, hè. En als ik mijn opacity op 41 heb staan, kan ik meerdere keer kan ik zeggen van hoeveel ik waar wil hebben. Want het is maar per keer dat ik loslaat, doet hij meer. En dat is nu iets beter. Dat is een zachtere overgang, meer naturel. Hier kan ik ook weer hetzelfde ongeveer doen. Ik wil die wazig toch proberen weg te krijgen. Ik ga hier ook... Dus we gaan dat nog voorlopig laten. Dus nu ga ik uitzoomen. En nu zie je, ze zijn toch zo goed als weg. Dus dit gedeelte is al in orde. Wat gaan we nu nog doen? Dus de eend en de ooievaar zijn weg. Nu, wat ik zelf nu ben vergeten, en laten we het er ondertussen ook doen. Ik ben iets te zelfzeker, maar eerst Save As. En we gaan het opslaan als iets, dus ik noem het Benji Orton Effect. En ik wil opslaan, zodat ik mijn werk niet verlies. Was nu nog een probleem hier? Nu, mijn hond was nu al wel op zijn ouderdom. En je ziet altijd, meestal als je een foto maakt, zorg je ervoor dat... het object in zijn schoonste vorm er kan staan. En aangezien Benji al toen wat ouder was, had hij ook al ouderdomsfratten, waarvan je hier ziet. Dus als ik dat zie, deze ouderdomsfrat hier. Dit is niet altijd zo geweest. En dit heeft hij alleen maar de laatste maanden van zijn leven ontvangen gehad. Dus... Dat staat ook niet mooi op de foto. Dat is zoals je zelf een puist zou hebben. Die wil ook niet dat je met puist op een foto staat. Dus we gaan deze dan ook weer wegwerken. En dat kunnen we ook door middel van de patch tool. Dat is ideaal daarvoor. Dus we gaan de patch tool weer aanduiden. En we gaan weer... Ik wil een stuk van de oog hier bewaren. Dus ik ga een beetje langs buiten. Ik ga ver genoeg van de vrat daar buiten. Maar aan de oogkant zelf ga ik dichtbij blijven staan. Ik ga een selectie zo maken. En dat is goed. En nu ga ik dan kijken van waar kan ik een sample nemen. Dus ik ga hier ergens een sample van nemen. Dat ook niet te herhalend lijkt. Hier, dus ik klik dan op links. En dan nog één keer.
Dit op zich, ik kan dit nog eens doen. Nu, de vrat is weg, maar ik ga dit nog eens doen, want ik vind die herhaling een beetje foutief, dus. Ik ga nog eens doen en klik. Eén keer klik en twee keer klik. En nu heb je een heel schoon weggewerkt en er is niks meer van zichtbaar. Dus daar ben ik al tevreden over. Dus zover dit resultaat. We hebben alles weg. Nu, ik ga nog eens even saven. Het volgende resultaat dat we gaan doen is, wat we vorige is, het effect een beetje veranderen qua perspectief. Want ik stond toen heel dicht bij mijn hond en ja, honden zijn nieuwsgierig en hij wil ruiken wat de camera was. Maar ik vind dus in dit geval wil ik het hoofdje iets meer naar achter brengen. Dus, en dat kan ik door bepaalde middelen. En nu ga ik naar een modus van Affinity, dat eigenlijk een equivalent is van Photoshop Lightroom. Of Adobe Lightroom beter gezegd. En dat gebruik je normaal gezien om RAW foto's te developen of te ontwikkelen. Maar je kan ook om bestaande JPEGs kan je ook al wat aanpassingen mee doen. En waar je die modus vindt. Dus je vindt de verschillende modussen hier. En dat noemen ze in Affinity Personas. We zitten nu in de fotopersona om foto's te bewerken. Je hebt ook een Liquify, daar gaan we nu naar kijken. En de derde is de developer-persona. En die gaan we toepassen op de foto. Allee, toepassen, het is een nieuw modus. Dus ik klik nu op persona. En op zich zie je er niks veranderen, behalve dat de tools links veranderd zijn. En hier rechts is ook van alles veranderd. Nu, we gaan niet naar de tools kijken, daar gaan we ons momenteel niet mee bezighouden. We gaan eerst hier met waar vroeger de lage palet stond, staan nu andere zaken. Dus dan gaan we eerst met basic beginnen. Dus en we gaan je gewoon een beetje volgen van wat we gaan doen. Dus ik ga deze foto, ik ga die wat lichter maken. Met exposure kun je die wat. Dat is het equivalent van bij een fototoestel meer licht in je kamer. Dus eigenlijk door je diafragma meer te openen. Dus in een fototoestel zou dat zijn, je diafragma meer openen, kan er meer licht binnen. Dus ik heb mijn waarde op 0,8 gedaan of 8,5. Ik vind deze goed. En het volgende dat ik ga aanpassen is, ik ga, omdat het toch een beetje te fel is, ga ik de brightness, de helderheid een beetje naar beneden halen. Ik heb het op min 4 staan. Dus deze dingen mag je wel letterlijk overnemen. Bij de enhance ga ik de contrast ook. Ik hou van een beetje, een klein beetje punch in een foto. Dus als je wilt zien eigenlijk wat een eigenschap doet, kun je altijd naar het extreme trekken. Dan zie je wat een effect doet. Als je contrast hoog zet, dan zie je, krijg je dit. Je contrast laag, dan zie je dat wordt een heel flatse foto. Dus, en ik wil een klein beetje een kick geven ten opzichte van de origineel. Dus dat is maar heel subtiel. Soms is dat genoeg. Dus heb ik deze twee. En clarity, dat is om een beetje scherper te maken. Dus ik ga deze ook, kijk, als je weer extreem trekt, dan zie je dit effect. Nu, waarom ga ik die scherper maken? Omdat het orton-effect wat ik ga toepassen, geeft al, doordat dat een beetje een zacht effect is, gaat dat bepaalde dingen veel te zacht maken. En het is de bedoeling dat ik ergens toch bepaalde nuances en details behoud. Dus ga ik deze foto nu eigenlijk iets scherper maken dan nodig is. En ik heb het op 65% heb ik daarvoor gedaan. Dus 65. Dus als dat niet lukt, je kunt het altijd ofwel invullen. Ofwel met de slider. Ofwel als je er bijna zit, je kunt altijd sliden. En voor detail kun je ook de pijltjes doen. Zo. Dus dit vind ik goed. Voor saturatie. Ja, ik hou een beetje van een klein beetje kick in de kleuren. Dat hoeft niet per se, maar. Ik heb 7% bijgedaan. Nu, soms dat kies je zelf. Hè. Voor mij paard laat je de saturation op 0 staan. Dat mag ook. Het volgende wat ik heb gedaan is van de shadows en highlights. En dan ga ik de shadows ga ik, een klein beetje uithalen. Om toch, niet als je weer kijkt, de shadows worden donkerder. En
Je shadows worden lichter, maak je foto lichter en donkerder. Maar dat is weer zo'n beetje. Je kan het een klein beetje vergelijken met de contrast. Maar hier werk je alleen de schaduws. Dus dat zijn meestal de donkere kleuren. Dus ik ga het een beetje zwarter maken. Hè? Dus ik had op min 5 staan. Dus min 5. De volgende stap is de highlights. Dat is het omgekeerde. Terwijl shadows op de donkere kleuren werken, werken de highlights op de lichtere kleuren. Dus die kleuren gelijk wit en lichtblauwe, dus de lichte tinten. En die ga ik op min 28 zetten. Zo, dat is voorlopig goed. Nu ga ik in deze tabbladen ga ik naar details gaan. En ga ik naar detail refinement. En hier heb ik de radius, dat gaan we voorlopig gewoon overnemen. Op 31 staan. Dat is ook zoiets weer als scherpstellen, maar zo'n bepaalde detailkjes in een foto terug te brengen. Dus ik had die hier op 31. Meestal zie je pas iets als je beide een combinatie gedaan hebt. En de amount ga ik ook verhogen. Soms, kijk, als ik extreem trek, dan zie je wat met de foto gebeurt. Nu, je kan altijd inzoomen een beetje, hè? Dat is altijd beter. Dus zie je, zoom altijd in als je een bepaalde werking doet. Ik heb nu dit al een paar keer voorbereid, dus ik weet wat ik wil doen, maar. Dus nu zie je wat er gebeurt als ik een subtiel verschil zie dan als je op 100% staat, dan nu. Die fijne haartjes van de hond, die worden iets scherper telkens. Nu, ik wil niet 100% gaan, want dat is te scherp. Dus ik heb een amount van 38 genomen. Zo, dat is goed. Nu ga ik even terug op Ctrl 0. Dan zet je het volledige view van de foto. Dat is niet noodzakelijk, dus 100%, maar wel de volledige view. Noise reduction kan ik ook doen hier, maar aangezien het een JPEG is, pakt het blijkbaar niet in de develop. Want dat is eerder voor de noise reduction in RAW foto's. Nu ga ik naar de tabblad van de lens. Die vind je naast de details. En nu wil ik eigenlijk, ik wil het hoofdje een beetje kleiner maken, aangezien, zoals ik dus zei, ik kwam naar de camera toe, dus zijn hoofd ziet er wat groter uit. Nu, dat is ook een leuk effect, maar ik wil toch naar een andere vibe geven. Dus dat hij toch meer geposeerd stond. En dat kunnen we door een beetje met lenseffectjes te werken. Dus waar ik eerst mee begin is de distortion. Dus als ik extreem naar rechts trek, zie je, dan gaat de bol. Je moet het eigenlijk bekijken als een bol. Ziet, dan wordt dat groter. Nu, dit is wat we willen verkrijgen. Als ik naar negatief ga, dan ga ik het omgekeerde doen. Dan zie je wat dit met de foto doet. En dan krijg je ook het effect van dat de poten meer naar de camera toe liggen, omdat die dichter bij ons liggen. En dan zijn eigenlijk een hoofd meer naar achter en wat meer waarheidsgetrouw eigenlijk. Maar het ligt er dus aan waar je wilt. Ik heb mijn distortion toen op 32 gezet. Dus dit vond ik goed, want ik moet ook natuurlijk van de rand wat omhouden, want ik heb nog wat nodig om te weg te snijden. Allee, of om te houden als achtergrond. Nu de horizon, je hebt ook de horizontaal en de vertical. Nu horizontaal, het zegt het zelf. Dus het gaat distorten langs deze lijn. Dat is de horizontal. Dus ik ga nu eens even laten zien. Dus als ik hier ga prutsen, dan gaat hij naar die kant. Je ziet ook, als je aan de rand van de foto kijkt, dan zie je hoe die draait. Je ziet, het geeft ook een beetje een 3D-effect qua buitenkant. Dus je ziet eigenlijk wel welke kant hij. Dus ik kan de hond naar een bepaalde kant sturen. Ik kan bijvoorbeeld zeggen van, zijn rechterpootje, of de poot aan de rechterkant, wat meer die effect wil geven. Of ik wil het net omgekeerd hebben. Ik heb nu een waarde genomen van 33. Dus ik ga dat even
En voor vertical heb ik dus eigenlijk hetzelfde, maar dan in verticale vorm. Dus heb ik daar 17 genomen. 17. Dus dat is het. En dan heb je nog de rotation, omdat ik toch ergens een klein beetje rotation op zich. Ja, je ziet het wel, hè. Rotation aan die kant of rotation aan die kant. Dat ligt eraan, want door die vervorming kan het zijn dat je horizonlijn een beetje verandert. Nu, ik kan wel de horizonlijn rechts zetten. Zo. Maar dat is ook niet de bedoeling, want dan staat de hond weer te fel. Scheef. Dus ik heb gewoon een subtiele doen om het op te vangen van de distortie. En ik ga op 1,8 zetten. Zet hem op 1,8. Zo. Want eigenlijk wil ik dat de hond een beetje recht staat ten opzichte van de rest. En de achtergrond, ja, dat zit wat diepgaand. De schaal, ja, je kan kiezen ofwel laat je het zelf al sowieso snijden. Maar beperk me dat dit. Ik zou dit zo kunnen doen. Om die distortie weg te krijgen. Dat is ook al een deel. Dan ben ik gebonden aan het formaat van mijn foto. Want dan heb ik niet meer zoveel speelruimte. Dus ik ga het nu wel laten. Ik ga een kleine vergroting van 103. Omdat ik dan zelfs niet te veel met inpaint. Dat is het enige wat ik doe. Dus ik kan hem ook op 100 laten. Maar ik zet hem op 103. Zodat ik met door middel van inpainting dit kan bijvullen, de randen. En toch niet dat ik toch nog de speling heb om mijn foto te kroppen hoe ik wil. Nu, dit is allemaal wat juist is. Als je alle waarden hebt ingesteld, mag je hier links op develop. Heb je develop en cancel? Ja, cancel, dan doe je alles weg natuurlijk. En we gaan op develop klikken. Dus we gaan nu, als we tevreden zijn, gaan we op develop klikken. En we komen automatisch terug in de foto persona. Met alle veranderingen die we toegepast hebben. En dat is onze huidige foto. Nu ik ga hier weer eens opslaan. Ctrl S. En nu wil ik natuurlijk mijn foto gaan kroppen, maar ik wil een bepaalde zekerheid hebben. Dus ik ga bepaalde delen ga ik terug inpainten. Dus ik pak mijn selectie. Je kan hier rectangle, maar ik ga voor mijn ellipse. En ga gewoon van hier ongeveer klikken naar daar. Ik zie dat ik een stuk gemist heb, dus ik doe weer Ctrl T. En ga hier zo dat ik alles geselecteerd heb. Dus ik heb mijn ovaal. Zo, deze selectie heb ik hier. En nu ga ik door fill in, dus nu ga ik mijn inpainting dus edit. En inpaint. En inpaint is alt plus backspace. Dus ik ga alt en backspace doen. En dan doet hij dat automatisch. En nu heb ik dat stuk gevuld. Ik doe weer Ctrl D voor te deselecteren. Nu mijn lucht van boven hoeft niet. Want ik ga het toch wegsnijden. Dus deze ga ik niet. Maar hier heb ik een beetje extra aan de poten heb ik een extra ruimte nodig. Dus dit gedeelte. Dit gedeelte hier. Ik ga hier een stuk willen wegsnijden dat ik mijn poot niet wegsnijd bij kroppen. Dus ik ga dit stuk ook moeten invullen. Dus ik ga dan weer al hetzelfde met mijn ellipse tool. Ik ga ongeveer gokken hier linksboven dat ik er juist uitkom. Deze beweging, cirkel. Waarom ik een ovaal neem, is dat ik zo min mogelijk van mijn originele foto wegsnoep. Dus ik ga hier dit doen. En weer ga ik Alt Backspace met inpainting. En laat ik het opvullen. Dat is even nodig. Ctrl D. En weer Ctrl D. Nu, een deel gaat hier sowieso weg, maar het is ook niet denderend, want je ziet hier. Je ziet hier een herhaal, wat het herhaalt. Je ziet hier dan een stuk van de poten erdoor komt. En dat willen we allemaal niet. Dus we gaan weer onze patch tool pakken. Onze vierkantige dingen. En we gaan delen weg doen. Hè? Dus ik ga zeggen van. En soms is het beter dat je een stukjes doet. Dus ik ga hier een stukje selecteren. Ik ga kijken van wat komt goed uit. Dit stuk hier. En ik klik één keer en twee keer. En dat is al goed.
Hier is nog een stukje van de poot. Ik ga dit ook wegnemen. Ga ik zeggen van, mag ik die pakken? Dan ga ik een leuk stukje uitkiezen. Ik zeg van, wat erbij past. Dit lijkt me goed, mooi te passen. Nee, dat is iets te... Zo. Dit is al iets minder, hè. Hier ook nog die herhaling weghalen. Dus ik ga eens kijken wat ik hier kan doen. Ik ga een stukje pakken. En ik ga... Hier, twee keer. Altijd twee keer klikken. Hè? De ene keer voor opnemen. En dit lijkt genoeg te zijn, alleszins, want hier gaat toch nog een stukje van die grond weg. Ik kan altijd wel extra hierbij pakken. En, oei. Dus je kan altijd opnieuw je selectie maken als fout is. En waar ga ik het mee bezighouden? Twee keer laten inzien. En nu zie je op zich al niks meer van die herhaling. Ja, dat is op zich vrij goed. En gras leent zich er goed toe dat je kan herhalen en er toch mee wegkomt. Nu gaan we dus met de crop tool werken. De crop tool, want we willen deze stukken weg. We kunnen ook weer met inpainting, maar aangezien je dat toch niet zo breed wil hebben, ga ik hier de crop tool gebruiken. En de crop tool, daar kun je je foto's eigenlijk bij snijden eigenlijk. En dat gaan we dus doen. We gaan onze foto bijsnijden. Dus ik ga hier... Ik ga dat even doen. Ik ga mijn tool pakken. Dan zie je meteen dit verschijnen. Voor de rest hoef je niks standaard status zo. En dit weer de regel van 3. Dat ga ik ook wel eens uitleggen. Maar voorlopig ga ik dus hier eens kijken wat ik kan. Pak je de hoeken. En ga kijken hoe ik alles wil. Ik ga eigenlijk de rechterkant laten staan. Eens kijken. Ik ga hier de stukjes hier weg doen. Ja, dat hier. Dat ik die openingen niet meer heb. En nu wil ik... Eens kijken, hier ga ik ook wel een beetje weg doen. Ik ga mijn voeten tot hier nemen. En ik wil ongeveer de ogen... Eens kijken. Boven, dat de ogen nog net binnen deze traject vallen. Mijn foto ga ik hier ook eens even kijken. Dat is zo... Dat is ongeveer goed. Ja. Dat is ongeveer goed op deze manier. De regel van 3, dat zullen we ooit nog eens uitleggen. Bedoeld. En als dit in orde is, dan zeg je apply. Dan heb ik dit. Dus dat is mijn foto. Maar nu heb ik, u ziet, ik heb nu ook... het formaat kunnen wijzigen van de foto. Ik vind een bredere foto meestal wel iets meer sprekend dan een standaard formaat van vroeger. En tegenwoordig heb je toch de mogelijkheid om je foto's in welk formaat ook te printen. Dus dat is zo. Nu, iets wat ik nu veel storend vind is, ja, je zit hier met een heel mooie bovenlucht. Maar je hebt hier nog altijd dit element wat stoort. Dus ik ga nu eens eerst kijken, ik ga dit toch weghalen, dat ik toch een hele, dat de lucht volledig uit de lucht bestaat en niet deze boom. Dus ik ga nog eens kijken naar, ik ga mijn selectie pakken, mijn freehand selection, dat is zo'n lassertje. En ga ik even eens deze stuk, eens kijken als ik dat weghaal, wat er gebeurt. Oei, ik ga een beetje hierbij pakken, ik heb te vroeg losgelaten. Zo. Eens kijken wat er gebeurt als ik inpainting doe. Nu je ziet, dit heeft geen denderende resultaten. Dus ik ga Ctrl-D doen. En Ctrl-Z doen. Of je weet, in je geschiedenis kan je hier stap terug. Dus dat heeft niks gedaan. Dus ik ga hier rastercrop terug gaan. Ben ik 2 stappen terug gegaan. En ik ga eens kijken wat mijn inpainting brush doet. Ik
ga met een inpainting brush. Ik ga zeggen van oké, we gaan dit hier verven. Dit stuk wil ik weg hebben, dit stuk wil ik weg hebben, dit. Ik heb mijn borstel beter wat groter genomen. Dus dat mag je ook. Je borstel wat groter maken. Ik ga zien dat ik alles... En niet loslaten dus. Dus je kunt pas loslaten, want zodra je loslaat, dan begint hij te berekenen om het in te vullen. Ik ga hier ook nog... Ik ga dit ook nog weg doen. We zullen zien wat het effect geeft. Nu laten we even... Dit heeft dan een veel beter resultaat gegeven, hè. Nu heb ik hier wel dus een beetje transparantie, maar dat is niet erg. Ik ga hier bare die plekjes weg doen. Hier blijft nog wat over. Zo. Snos verf je een beetje erbuiten, want het probleem met Affinity is die onthoudt de pixels die weg zijn, onthoudt die ook nog. Nu, ik zeg nog eens, want ik ben een beetje op dat gebied ook een slechte. Je mag altijd inzoomen, handje spatie in om voor te verplaatsen. Nu zie je dat ik hier wel een beetje wat mis heb, dus, maar wat kan ik doen? Ik ga de clone stamp hier nemen. Ik ga mijn brush wat groter maken. Dus je ziet, dit zijn problemen die ik voordien niet had, dus je kan altijd andere problemen. Het is niet noodzakelijk dat je die problemen ook nu gaat hebben. Ik ga mijn opacity wat terug naar 100 zetten. En ik ga beginnen... Dus dat is niet zo goed, Ctrl-Z. En ik ga telkens leren met Alt andere plaatsen te nemen. En hupsakee. Dus met de clone stamp kun je ook altijd wel wat dingen weg doen. Dus als ik hier zeg van oké, ik wil hier alt, je ziet het puntje en ik ga nu weer schilderen. Nu bij zo'n dingen zal ik iets minder hard doen, dus Ctrl Z. Ik ga hier mijn opacity wat weer minder zetten. Mijn hardness is goed. En ik ga dus nu met alt inhouden een nieuw punt kiezen. En ga ik even... een beetje naturaal is. En hier ook weer alt en een beetje inpassen. Nu, hier is het wel hetzelfde. Maar je ziet dat zo'n groene waas in zit. Nu, je kan nog altijd... Want die groene waas die blijft er precies altijd door middel van dat hier nog altijd verborgen bomen zitten. Wat je dan kan doen is met een clone stamp naar dit gedeelte gaan. Naast lengte heb je pixelwaarde en daar staat ergens normal. Dat zijn nu blend modus. En die ga ik dan nu op color zetten. Zet je op color. En wat dat doet is, je gaat gewoon de kleur overnemen van die ik zeg dat die moet nemen. Dus als ik zeg van, hier deze kleur te pakken, nu gaat die alles intact laten, maar die gaat met die kleur verven. Dus nu ga ik deze effect krijgen. Dus ik ga die even nog hierbij pakken. En wat hoger. Als je ziet dat je kruisje buiten het dingen gaat. En op deze manier heb ik het groen... De groene waas daaruit gekregen. Hier heb ik ook precies wat groene waas. Dus ik ga door middel van een lichtere blauwe kleur, ga ik dat een beetje blauw invullen. Dus die behoud is een hele textuur, maar ik vul ze met een blauwe kleur in. En dat is goed. Ik ga weer wat cijven. Kom een spatie in. Oei, Ctrl-Z. De computer wil even weer niet meewerken. Wat ik nu ook nog wel wegmerken is... Deze lucht heeft ruis erop staan. Dus we gaan eens kijken of we dat kunnen doen. Door middel van naar de filters te gaan. Filter, noise en denoise. Je ziet dat als je mijn instelling overneemt... Dan kan ik wel wat wegkrijgen. Het enige probleem is... Dat mijn... hele dingen wazig wordt. Dus haartje bij mij. Dus maar als ik nu met zoiets bij deze filter hier kijk, dan heb ik drie knopjes staan.
mirror view, split view en no split view. Dus wat dat doet is, zo, nu zal ik nu laten zien. Nu zit je in een normal view. Als je split view doet, krijg je een balkje hier. En je kan eigenlijk die sliden hoe je wilt. En als je hieronder kijkt, hier, dan zie je after en before. Dus de rechterkant is hoe het eruit ziet zonder die filter. En aan de linkerkant hoe het eruit ziet met de filter. Nu zie je hier duidelijk ook al, dus links en rechts, dat de haartjes van waziger worden. Als ik dan ook iets ga toepassen, mijn lucht aan de linkerkant wordt minder noisy ten opzichte van de rechterkant, maar mijn haartjes worden ook waziger ten opzichte van de rechterkant. En dat is ook iets niet wat ik wil. En als we nu kijken, er zit een beetje kleurennoise in. Dus we gaan niet zo die noise, dus ik doe cancel. En we gaan naar hier, waar de navigator Transform History staat, gaan we op de channels klikken. De channels is groen, rood, groen, blauw van RGB. En we klikken op de rode eerst en je ziet, er zit heel veel noise in het rode kanaal. Dit is dus, deze foto's zijn altijd in het grijs, omdat dit laat zien van hoeveel rood laat ik door, hoeveel niet. En wat ik nu hier ga doen is per kanaal, want dit, zo ziet het de groene eruit. Ik zal even Ctrl-0 doen. En dit is de blauwe. Dus als je ziet, rode channel, groene channel en blauwe channel. Je ziet dat die varieert zijn. Nu, de blauwe channel, val nog maar mee. Nu gaan we hier naar de denoise. Dus ik ga even een navigator toch groter maken. Dat we de lucht, dat we een mix hebben van de lucht en de hond. Terug naar channels. Ik ga rood aanduiden. Ik ga weer naar filter. Ik ga naar noise en denoise. En ik ga kijken. Dus noods doe je dit weer. Before en after. Je kan ook mirror view. Mirror view de titten. Dan kan je het ook zo zien. Before en after. Dus nu moet je op zich, dus jou goed gaat. Ik vind deze view handig. Ik doe dat graag. Zo ik kan altijd deze sliden. Dus ik ga dat hier zetten en ga kijken. Nu, de haartjes blijven hier redelijk intact en nog altijd scherp. En toch heb ik mijn noise redelijk gereduceerd. Het is nog altijd zichtbaar, maar toch. Dus ik ga eens kijken. Nu ook altijd bij deze extreme dit of extreme dat aan, als ik extreme aanduid, uw coding noise gaat weer naar omlaag, omdat aan strafgevecht van noise weghalen is. En of deze iets doet of niet, dat zie ik meteen. Dat is experimenteren, dus ik doe meer op de dingen nog. Dus als ik de extreme lumens doe, ga ik dat heel extreem zien. Die zit vooral op de extreme. Maar met mijn rest van mijn haartjes ook wazig. Oppas, ik veel. Dus ik ga het. Want hier zonder die extreme gaat dat tot 50. Maar ik zie er wel een klein beetje wazig op. Dus ik ga extreme doen. Dan gaat dat al. Oké, okay, dit is goed. Je kunt ook detail bewaren of niet. Dit is niet veel doen op dit moment. Dus, en confusion, dat kun je daar toepassen. Dus ik kijk van, kijk, 100%. Ik zie dan wel heel dingen, maar dan wordt de rest ook wazig. Dus ik ga toch een beetje van mijn detail in mijn haren willen behouden. En dan toch dat in de lucht. Maar nu ziet, ga eens kijken, een beetje. Dit is ongeveer goed. Nu ik heb nog altijd wel ruis op mijn lucht staan. Maar het is een pak minder dan dit. Hè. Dus je ziet nog wel een beetje, maar je ziet het verschil ook terwijl. Mijn nu, je ziet de haartjes nog een beetje geslonken. Dus ik ga. Dat is ook wel een beetje
haar detail uit haar, sorry. Maar het wordt opgevangen doordat we de andere kanalen zo extreem moeten doen. Dus er is nog altijd het effect van dat de haartjes waziger worden dan was van hier. Maar je zal zelfs zien, uiteindelijk wordt het toch, omdat we nu per kanaal aan het werken zijn, valt dat dan minder op. Dus ik ga nu apply doen. En wordt het toegepast op de rode kanaal. Nu ga ik naar die groene kanaal. Zie je, dus zie je altijd dat oogje aan die en dat edible, dat pennetje, aangeduid staat op de laag die geweest is. Nu hier is dat iets minder extreem, maar we gaan weer filter die noise. Filter noise die noise. En nu gaan we deze ietsjes mogen doen. Ik ga ook weer up pakken. Ik vind dat altijd handig. En doordat we op deze kanaal de noise minder extreem moeten toepassen, zoals dit bijvoorbeeld, dan behoud ik ook meer detail in de haarkes. En aangezien de rode, de groene en de blauwe kanalen bij elkaar worden opgeteld, heb ik meer kans op dat mijn detail van mijn haren bewaard blijft. Dus ik vind dit nu goed, hier is heel veel ruis weg ten opzichte van het before. Dus ik doe apply. Hop, en deze. En nu ga ik bij de blauwe laag eens kijken. En kijk, oeh, dat is hier ook extreem. Dus ik ga eens kijken wat ik hier nog kan doen. Dus ik ga weer al filter, noise, denoise. En we gaan eens kijken wat we hier kunnen doen. Hè. Dus minder extreme vormen wel een beetje. Dus, dat is ook dus bijna dezelfde waarde als de groen voor mij. Dus bij jullie kan dat weer al anders. Je moet het op ogen doen. Dus kijk zelf een beetje van het verschil. Zet altijd weer before en after aan. Dat je echt kan zien het verschil tussen voor en daarna. Dus je ziet hier ook in de blauwe kanaal blijft de haartjes redelijk scherp. Hier en daar wel een vervaging, maar... Okay. Dus nu doe ik apply. Hier zo. Nu, om door de normale view te zien, heb je hier, dus jij hebt hier al je zichten, en heb je hier een reset-knop. Die reset-knop wil zeggen van dat we terug alle kanalen samen gaan tellen. Dus ik ga nu op de reset-knop duwen, en dan onze eigen dingen. Nu zie je, als je goed inzoomt, dat heel veel van de noise uit de foto weg is. Er zit nog een klein beetje in, maar het valt niet meer op. Al zeker omdat we per kanaal gewerkt hebben. En de noise eerder blauwig is ten opzichte van daarvoor. Dat je er ook groen en rood in zag. Maar omdat we vooral op de rode kanaal de noise ferm hebben weggedaan, valt het niet meer op. Dus dit is een veel... En ik behoud toch nog de scherpte van mijn... Van mijn haartjes. Dus dat is waar we ook wel over krijgen. Dus in dit opzicht, Ctrl 0, is dit gelukt. Ik ga even dat pijlje daar weg doen, want dat irriteert mij. Zo. Nu weer Ctrl 7. En nu hebben we dat gedeelte gedaan. En nu gaan we pas aan het eigenlijke effect beginnen. En dat is de denoise. Wat zeg ik nu? Aan de Orton effect. En dat is eigenlijk heel simpel en we gaan dit op een non-destructieve manier doen, zodat je altijd achteraf kan aanpassen. Dus vanaf nu gaan we dus werken aan de Orton effect. Dus wat we gaan doen is, we gaan naar Layer, New Adjustment Layer, en we gaan naar Brightness Contrast. We gaan kiezen deze Brightness Contrast. En daar doen we voorlopig niks mee. Wat we er wel mee gaan doen is naar hier, naar de blend mode. En we gaan die op screen zetten. Dus we gaan screen zoeken. Screen. Ik ben al overgaan zeker. Hier is screen. Dus we gaan dat hier op zetten. En voorlopig doen we er niks aan. Je ziet dat de foto heel fel is geworden. Maar dat kunnen we naar de hand nog aanpassen. Dus dit is goed. We hebben screen en we gaan sluiten. Je ziet dat hier een laag is bijgekomen. En het voordeel is, je kan altijd aan, uitzetten, aan, uit. Dus we doen op zich geen bewerking op de foto nu. Dus mocht je het achteraf niet leuk vinden, je vindt het gewoon uit. Een tweede laag dat we gaan toevoegen, is weer naar layer. Maar nu gaan we naar new live filter layer.
En we kiezen daar de Gaussian blur uit. Gaussian blur. Ja. Wat er automatisch gebeurt in dit geval is, je zet die hier, zet die meteen er ook in, en dat is niet de bedoeling. Nu, affinity is een uitleg, is omdat dat omwille van processorkracht is, dat ze dat doen, omdat dat minder processorkracht vergt. Maar ze raden ook dan aan voor in dit geval deze laag daaruit te sleven op zijn eigen, dus dat gaan we ook doen ook. Dus dat op heel de foto kan toepassen en niet op de laag, want als we dit, die Gaussian blur, daarin doen, dan past hij dit toe op de adjustment layer, maar daar zit niks in op zich, dus je ziet ook niks. Nu bij deze ga je dan wel wat zien, als ik die, laat zeggen, ik zet die terug hierin. Allee, kom, erin. Kijk, als je die terug origineel zet, zo, en radius, er gebeurt niks, omdat mijn brightness layer, die is leeg. Dus er valt niks te blurren, dus daarom ga ik deze er eigenlijk uitzetten. Als ik die uitzet, gebeurt er meteen dit. Dus nu staat hij op zijn eigen laag. En we gaan die blur van... Dus pakken we ze goed vinden. Want die Gaussian blur, dat gaat eigenlijk uw gloed worden. En wat we ook hier gaan doen is... Dan ga je aan de randen zien dat uw foto transparant wordt. En dat willen we niet. Want we willen alles wel behouden, dus we gaan hier dat knopje duwen, Preserve Alpha. En wat dat voor zorgt is dat er aan de randen, dat er niks transparant wordt en dat hij de randen behoudt. Dus dat gaan we aan. En nu hebben we dit, dat is niks transparant. Dat bepaal je een beetje zelf hoe je wil. Hoe je bloed wordt, voorlopig iets waar je een beetje aanzet. Dus ik wil ongeveer, dus ik pak 15 ongeveer. Dat is goed. En ik zet de blend mode hier op multiply. En zie je wat dit dan al verkrijgt? Ik zet hem multiply. Nu kan je ook al zien, nu kan je hier multiply spelen. Zie je dat je alle groepen ten opzichte van 0. Dat is dit, hè. En dan zie je dat je Gaussian blur meer geeft op een gloed aan. Die gloed is een beetje wat dat Dus ik laat voorlopig op 15 ongeveer staan. En dit is goed. Nu, dit is een extreme vorm van toepassing. En we gaan nu bepaalde... We gaan het iets minder extreem maken. En dat doe je door middel... We laten de Gaussian laag aangeduid. En we gaan naar dat tandwieltje hierboven. Waar blend range staat. En ik klik op die knop. Zo'n tandwieltje. Dan krijgen we dit. Nu in Photoshop... Vind je dit bij de lage opties en bij de blend options dan daar en daar staat blend if. Dus Photoshop noemt dat daar zo. Nu, hier heb je dan twee verschillende dingen en je hoeft gewoon nu te volgen van wat. Dus ik ga hier links naar beneden halen, kijk wat er gebeurt. Dan heb je minder dat het minder wordt en ik ga ook met. Maar nu zozeer in het moment van uw effect waar je hebt toegepast, ja, de meerderheid van het effect verdwijnt. Nu is het alleen nog echt op de extreem witte delen, hè, extreem lichte delen dat toegepast. Dat willen we ook weer niet. Dus nu is ons effect veel te subtiel dat het nog niet meer, bijna niet meer merkbaar is. Dus wat gaan we doen? We gaan eerst die lineair hier op beide plaatsen afvinken. En we gaan ongeveer hier klikken dat er een puntje bij maakt. Naar deze punt. En we gaan hier ook. Dus we gaan onze curve eigenlijk buigen. Want dit is weer dat het van, naar de donkere delen, naar de lichtere delen. Dus hier bij de donkere delen past hij minder toe. En bij de lichte delen past hij veel toe. En nu gaan we zeggen van, de donkerste delen niet, maar gaat toch al vrij vroeg terug wel toevoegen. En dit is dan iets beter effectje. Dus als de curve zo staat, is het goed. En we gaan dan sluiten. En nu heb je hier al
ongeveer al wat je wil. Nu is deze foto redelijk vuil, dus we kunnen naar brightness contrast gaan. Dat is het voordeel eraan, maar kijk, dit is een aparte laag, dus we kunnen het nog altijd bij aanpassen. Dus ik ga op mijn lagen, ik dubbelklik daarop. En ik kan nu zeggen van kijk, ik vind de foto iets te fel schijnen, dus ik kan de brightness een beetje naar beneden halen. Ik ga mijn contrast een beetje verhogen eventueel. Dus je moet uitjes als je het wilt. Ik vind dit goed. En dan sluit ik het weer en dat is aangepast. Nu, ik vind de kleuren het iets te fel toch overkomen. Maar dan gaan we het nog steeds aanpassen. Maar, of als je deze effect nog te fel vindt. We gaan beide lagen, dus ik heb deze aangeduid. Nu, je mag dit een andere laag noemen, maar dit is een kleine projectje, dus laat het maar zijn. Ik ga de shift inhouden en ik ga deze ook bij aanklikken. Door shift in te houden kan je meerdere lagen klikken die je wilt hebben. Dus ik ga deze weer nodig hebben. En je kan naar arrange en groep gaan. Je ziet hier Ctrl G staan. Dus ik ga shortcut gebruiken, dus ik doe Ctrl G. En nu zie je hier, die zit in één en dezelfde groep. Als je het openvinkt, zit ze daarin. En wat ik nu kan doen is, in plaats van hier met deze twee te zitten, kan die apart wel de opacity doen. Dat gaat allemaal. Maar omdat ik het effect zo, behouden, ik kan ook over beide helemaal doen. Ik zeg van, kijk, ik wil dit effect iets minder toepassen. Dus ik kan zelf een beetje kiezen van wat we hebben. Dus ik kan hier een beetje. Ik ga 70 zetten. En ik kan eens kijken wat er gebeurt. Ik ga even dubbelklikken op de Gaussian layer. En kijk wat er gebeurt als ik nog iets meer. Nee, dat is niet zichtbaar. Dus ik ga het toch wel behouden. Nee. Nu, dat is nu, wat we nu aan het tweaken zijn, dat is gewoon voorkeursmaken. Als jij dat nu extreem opzet, dan doe je dat. Dit kan ook mooi. Ik vind het eigenlijk wel mooi. Het enige wat ik niet zo mooi vind, is dat de kleuren veel te fel zijn. Maar dat kan ik dan dus aanpassen door een laag, een nieuwe adjustment layer. En die van Vibrance. Eens kijken, waar staat dan? Vibrance. Hier, een Vibrance adjustment. Ga ik die aanduiden. Komt die daar boven te staan. Dat is ook wat ik wil hebben. Dit mag over heel de foto zijn. Dan ga ik die toch, die effect een beetje terugbrengen. Dus dat felle, dat schijnige, dat oranje gloed een beetje terugtrekken. En iets subtieler maken. En dit vind ik goed, 19. Oké. En hier heb je een beetje van, en nu kan je door middel hier in de richting, als ik nu het Orton effect uitzet. Zie, dit is zonder Orton effect. Dit is met Orton effect. Dat geeft zo'n beetje meer een dromerige... Een drommig beeld. Zonder. En met. Nu ga ik weer opslaan. Ctrl S. En wat ik vorige keer niet heb laten zien is. Je kan altijd je foto's bij opslaan. Dus als je naar File gaat. En gaat naar Export. Hier, je hebt de knop combinatie Ctrl Alt plus Shift plus S. Of je klikt gewoon hier. Bij Export. Niet veel nodig. En ik kies. Je kan PNG, JPG. Ligt aan wat je nodig hebt. Ik ga nu als JPG. En naar gelang uw compressie, uw grootte, ik zet hem nu op 90. En druk dan op export. En dan kan ik ze exporteren. Ja, dus nu ga ik Benji Orton effect. Hij staat in mijn map waar ik begonnen ben. Dus ik doe opslaan als. En ik heb dat als JPG opgeslagen. Dus als JPG of PNG en dergelijke opslaan is anders dan als een dingen. Want een JPG kan je achteraf niet meer naar de lagen. Dus want als ik nu bijvoorbeeld. Moet eens kijken wat ik ze gedaan heb. Heeft hij het niet opgeslagen? Jawel. Dus als ik kijk van hier. Deze heb ik opgeslagen. Dus als ik die sleep naar hierbovenin. Dus die JPG. Dus natuurlijk. Zoals je ziet, dat is maar één laag, omdat het een JPG is. Ten opzichte van hier,
heb je de verschillende lagen. En die lagen, dat is het eerste bestandje, daar zit je meestal ook een affinity teken bij. Dus die moet je altijd zien als je bij hebt. Die bestanden zijn groter, maar je hebt ze nodig achteraf. Dus zie dat je ze nooit verwijdert. En uiteindelijk, ja, dit is dus de foto. Het drommerige effect. Dus, ja, nu heb je weer iets nieuws bijgeleerd. Naar lang zijn het misschien nog niet de dingen die interessant zijn. Qua foto, je mag het altijd zelf proberen toe te passen om een foto naar je keuze. Maar dit is toch al iets. Dus op naar de volgende tutorial.